komt, daar is de motor aan. En daar moet die man zo in de punt komen en het licht in. En dat doen ze ook. En we bellen die opnieuw dus. Oren, die sprint. En Bram Tankink, als hij die sprint wint, komt hij op 15 punten. De bloemen erbij van Anita Baan, onze misdaansheer. En de dames gaan er mooi bij staan aan beide kanten. Hallo dames, mooi aan beide kanten. Klim erop, klim erop, klim erop. Juist. En dan tegen die wangen. Dan kun je lekker kussen. Er komen mooie bloemen bij. Mooie topcup prijzen en dat. Blijf boven, blijf boven. Op de tweede plaats Bram Tankink! En zijn dochter heeft een loopfietsje. En die wordt later een goede wielrenster. Een mooie trofee. Uitgereikt door Helene Moorhuis en namens thuisgenoten. En mooie bloemen erbij van Diaan. Wie komt er op de bovenste trainer, Harry? Ja, ik weet het niet meer, maar geloof Bauke Mollema, daar is hij! De man van Trek Segafredo, die als eerste over de weg daverde, uitermate terechte winnaar van deze profronde Almelo. En wat een mooi podium, want dat mag je toch ook zeggen, met Mollema bovenop. Met op de tweede plaats Tankink en met als derde Timmer. Daar doe je het voor. Daar is de organisatie trots op en daar mogen ze trots op zijn. Ja, we kunnen we zo aanreiken nog. Bouke voor de vrachtwagen. Nog een schitterende wisseltrofee hier. Komt dat je... Oh, kijk zo. Nou, alle bekers zijn er. De rondewissen zijn er. De prijsuitreikers zijn er. De renners zijn er. Uw applaus en toejuichingen. Voor het podium van de profronde van Almelo 2017. De Albert Heijn vestiging aan de Rosa Luxemburgstraat in het centrum gaat op 2 september sluiten. Klanten vinden het jammer, vooral de ouderen onder hen en de mensen die slecht ter been zijn. De gemeente doet haar best om een andere supermarkt in het pand te krijgen. Wethouder Christine van Wijk, Albert Heijn gaat weg. Wat nu? Ja, helaas. Dat vinden we heel erg jammer. Albert Heijn heeft een tijdje geleden laten weten dat ze onvoldoende omzet kan draaien om nog een vestiging open te houden. We zijn heel hard op zoek naar een nieuwe supermarkt. Albert Heijn gaat hier weg. Wat vindt u ervan in de binnenstad? Buitengewoon jammer. En kijk, dat Albert Heijn hier weggaat, dat is hun zaak. Daar gaan wij niet over met elkaar. Maar ik heb van vorige week al een brief geschreven aan de wethouder van Wijk van de Binnenstadzaken van... Doet de gemeente nog iets om te proberen hier weer een uitbater in te krijgen? Want Albert Heijn hoeft het niet te zijn. Ik hoef niet te kiezen uit 10 soorten pindakaas. Maar ik wil toch wel heel graag dat we hier in de binnenstad een supermarkt houden. Nou, dat vind ik voor mensen die hier wonen, vooral ouderen, een grote nalatigheid. Hier moet wel weer een winkel terugkomen waar de mensen naartoe kunnen. Heel erg jammer. Heel erg naar zelfs. Want ik kan niet goed lopen. En dan ben ik echt van anderen afhankelijk. En dat vind ik niet prettig. Nee. Ik hoop dus ook dat er weer een nieuwe, wat het ook zij, een nieuwe supermarkt komt. En hoe vordert dat? We zijn in gesprek met een aantal grote supermarktketens. Daar kan ik nog niet al te veel over zeggen, maar er is belangstelling. Ja. Want ik neem aan dat die hier wel willen zitten. Dat klopt. We hebben ook om iets onder de arm te hebben terwijl we in gesprek gaan, ook onderzoek laten doen om te kijken, ook met alle nieuwe woningen die erbij komen, wat de potentie zou zijn voor een nieuwe supermarkt. En daar blijkt uit dat we voldoende potentie hebben voor een grote supermarkt in de binnenstad. Dus daarmee onder de arm kunnen we ook wat makkelijker in gesprek. De filiaalmanager wilde desgevraagd geen medewerking verlenen. En het personeel had instructies om niet met de pers te praten. De kippen in mijn billen, het varken is geslacht, de haan is geschoten, de koude kucht die klinkt.
verdachte kinderen van Versteeg moeten onder de wol. De voorstelling start al bij het spoor met de Blauwe Engel. En vandaag gaan 1200 bezoekers over de pontonbrug voor het diner naar de Grote Hal op Indië. En is op de vlucht geslagen. Leiders van het Duitse leger, waaronder Hans Aldin Rauter en Arthur Seyss-Inquart, hebben te kennen gegeven dat Nederland nog steeds onder Duits gezag valt. Er is volgens hen geen sprake van capitulatie. Heil, Herr Seyss-Inquart. Heil, mein Haut, keine Formalitäten, bitte. Wir haben ein Problem. In der Tat, Arthur. Der Feind rückt auf. Nicht übertreiben, mein Haut. Die Alliierten stehen schon an den Grenzen. Sie sagen, dass Breda bereits befreit ist. Das sind Lügen! Quatsch! Breda ist immer noch in unsere Hände. Aber wir haben sehr viel Geld in Arnheim liegen. Das können wir doch besser irgendwo anders aufsammeln. Aber wo denn? Genau. Wo? Das ist eine gute Frage. Meinaut. Almelo? Almelo? Zijn er richtige NSB-enclave? Ik schat zo'n 120, nee, 130 duizend. Miljoen. 130 miljoen, jongen. Richtig, Herr Harding, dank u. En Herr Gerbig, wenn ik vragen darf, om wieveel geld reden we hier dan eigenlijk? Sehr viel geld. Aber wenn's schief geht, dan schießen die ganze Bande hier tot! Jongens, zo'n jongen. Jongens, zoals jongens gewoon jongens zijn. Dat intrigeert mij zo, dat jullie dezelfde leeftijd hadden als ik nu. Maar waarom dan toch bij het verzet? Ja, je moest iets doen, we moesten iets doen. Vooral toen de mannen werden opgeroepen om in Duitsland te werk te worden gesteld, zijn er veel mensen ondergedoken en zo in het verzet geraakt. Ja, en wie zaten er precies in de KP? Hier, Dirk Smoes was de leider, de oudste ook. Echt een rode rakker uit Vriezenveen. Kent iedereen, daarom ik, politieagent uit Drenthe, ondergedoken. Hij was Dirk's rechterhand. Jongens, jongens, dat zijn wij van 13 in de doos. Henny Wisman, nee, Henny Meulenberg, Anton jongens. Wisman. En ik, jongens zoals jongens gewoon. Tim Cornelis, je bent de trainer van Vitesse, die vanmiddag hier op het veld van SV Almelo zomaar de finale wint. Of is het niet zomaar? Ja, goed, als we meedoen maken we altijd de kans om te winnen volgens mij. Dus zomaar vind ik een beetje tekort doen aan mijn ploeg. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het voetbal wat wij speelden niet altijd even goed was. Ik heb betere ploegen gezien. Maar uiteindelijk telt het om het resultaat en ja, dat hoort ook bij het voetbal. Tim, we waren eigenlijk al verbaasd dat er twee Nederlandse ploegen in de finale zaten. Gezien het enorme deelnemersveld wat hier de afgelopen drie dagen Arthur Bazals heeft gegeven. Ja, dat klopt. Bij de inschrijving van het toernooi zag je ook het deelnemersveld. En dachten van nou, dat is een mooie ervaring voor de jongens. He, topploegen zoals Juventus, Zenit Sint-Petersburg. Ja, en als we dan samen met Sparta in de finale staan. Ja, dat is ook wel weer mooi voor het Nederlandse jeugdvoetbal. Je weet natuurlijk wat jouw eigen ploeg kan. Toen jij hier afgelopen donderdag naartoe kwam, had je toen al in de gedachte van we kunnen ver komen? Nee, want ik weet de kracht niet van Zenit. En je denkt dat het goed is. Maar ja, vorige week hebben we ook een toernooi gehad. Toen wonnen we ook van Chelsea. Dus we konden eigenlijk alleen Leverkusen. Daar hadden we vorige week tegen getraind of gespeeld. En voor de rest was het allemaal nog een vraagteken. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de komst. En ik wens de deelnemers een goede terugreis. En ja, graag zien we elkaar terug over een jaar. Van de PFA U13-tournament. Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Bosma, je wint het toernooi. Een heel belangrijk toernooi. En door een doelpunt van jou. Ja. Ja, het was natuurlijk fantastisch. Ik zag de bal zo'n vrije trap en hij ging over me heen. En ik dacht, ja, ik wil alles doen om deze bal te scoren. En ik zag de keeper iets voor zijn goal staan. Dus ik dacht, ik schiet hem over hem heen. En die kwam er prima in, maar even daarvoor had je ook al een hele gerede goede kans. Ja, ik kreeg de bal aan de zijlijn
En ik nam hem mee en toen zag ik de been openstaan, dus ik dacht ik speel er doorheen. En dat lukte net niet? Nee, het lukte net niet. Ik werd net gestopt door nog een speler van Sparta. Maar desalniettemin, vond jij het een moeilijke wedstrijd, de finale? Ik vond het minder begonnen, maar met het team hebben we hard gewerkt. En daardoor hebben we nu ook deze overwinning en dus het gewonnen. Yes. Voor ons land, wij blijven strijden, hand in hand. Een onderval, een sterk verzet. Vrouwen bevreesd en ingedet. Soms loopt het anders dan gedacht. De oorlog slaat toe, zo onverwacht. Het hoofd geheven, de schouders recht. Het leven was voor hen een waar gevecht. We leren de helden uit dit gebied. Daarom zingen we samen nu dit lied. Die slijt, helende wolk.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Vandaag in de buurt, mannen. Heb je wel eens iets gevonden in de buurt? Gewoon een ring. Als ik ga stappen, ga ik naar Prestepoos. Niet naar het surfcentrum. Dus wij leven wel hier naast elkaar, maar niet met elkaar. Terwijl de buurtmannen in het park hondenpoep opruimen, gaan de deuren van de Haagtorenschool open. Of zoals ze in het Twents zeggen, de deuren gaan los. De buurtmannen nemen een kijkje wat er zoal te doen is. Ze drinken een kop koffie en gaan in gesprek met de mensen. En wat vinden jullie van dit park? Leuk. Mooi. Ja. Anders zijn we hier komen. Heb je ook last van de poep? Ja. In het park? Ja. En wat doen jullie daar dan? Ruimen jullie dat ook wel eens op? Ja. Ja? Laat zien dan. Okay. Hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan hier? Ik kan nog een meterlijke doen. We moeten de baasjes van de honden doen. En waarom doen ze dat niet dan? Omdat ze te lui zijn. Nou ja, maar ik dacht jullie gaan het wel even opruimen. Ja, dat wil ik wel. Ja? Durf je dat wel? Eén rol. Want hoe doe je dat dan? Ah, hier zitten zakjes in. Ja. En die zitten er altijd in? Nee, soms zijn ze leeg. Soms zijn ze leeg? Ja. Dus dan kunnen mensen als ze een hond uitlaten hier een zakje pakken. Ja. En als ze dan de hond een keutel legt op het gras, dan kunnen ze daarmee met het zakje opruimen. Ja. Oké, als jij er één doet, doe ik er ook één. Oh ja, grappig. Het is wel een hele grote. Weet je, jij bent echt een held, zeg. Nou. Oké. Auw. Oh, ging dat hard? Ja. Sorry. Dus je zit hier eigenlijk op ons te wachten? Ja, tuurlijk. Kan ik jou uitdagen om een potje te tennissen met mij? Oh, sorry. Nou, 3, 4. Hij mag even stuiten. Oh, nee. Oh, kijk. Hallo, meneer. Koffie. Kom, koffie. Maar heb je ook een hobby? Computers. Computers. En wat doe je met computers? Van alles. Ja, niet mee voetballen, neem ik aan. En tafeltennissen. Films dan door een... Wat voor soort films vind je leuk? Vooral actie. Nee, maar jij neemt aan geen tekenfilms. Actie, nee. Geen films niet. Hoeveel vrienden heb je op Facebook? Ongeveer. 200, is het of het is 2000 of... Ja, ik denk dat je door de gebied in de buurt zit. Echt waar, weer zoveel vrienden? Ja, kun je dat zien? 1300 nog wat. 1300. Zo, je bent wel populair dan. Heb je wel eens iets gevonden in de buurt? Ja. Oh, kijk. Okay. Geld? Nee, gewoon een ring. Oh, en? Vertel even. Ja, maar die is dan toch van iemand? Dat is al best hoor. Oh, je hebt hem gewoon gehouden? Ja, toch wel. Oh. Ja,
ik denk, er komt een heel spannend verhaal met een foto en op alle lantaarnpalen wie is de ring verloren. En dat twee mensen die met elkaar getrouwd zijn geweest, die jullie ring en dan helemaal blij en jou dankbaar zijn. En nee, dat was geen trouw in, anders zag ik hem wel afgemaakt. Oh, nee. Dat was een mooi gewoon ring met een robijntje erin. En denk, waarom heb je hem niet om? Ik heb hem weg, Jim. Aan wie? Ja, goed doen. Oh, oké. Hi. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Goedemorgen. 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 Hallo, goedendag. Goedemorgen. Welkom. Wat een gezelligheid hier. De eerste generatie, die is hier gekomen alleen om puur te werken en niks anders. Ja. Die hebben geen scholing gehad, ze hebben geen taalkursus gehad. Geen contact met de buren. Mijn ouders wel, we woonden in Natgas, dat is een stuk verderop. Een gigantische leuke buren gehad. Ik ben bij mijn buren opgegroeid. Ja. Maar niet iedereen heeft die luxe gehad om te integreren. Onder ja. Het is de eerste generatie, moet je niks meer kwalijk nemen. Het heeft eigenlijk vanaf het begin niet goed gelopen. Ja. Eigenlijk, de overheid, de Nederlandse overheid, toen onze ouders binnenhaalden, hadden ze moeten verplichten om de taal te leren. Dat was de eerste eis, geloof mij. Wij leven altijd naast elkaar, maar niet met elkaar. Nee. Ik heb nog steeds een zaak waar ik klanten van mij, 99% bestaat uit Nederlanders. Ja. Maar ik heb nog steeds geen contact, joh. Geen buren, geen vrienden uit Nederlandse afkomst die bij mij een kop koffie komen drinken. Heb ik niet. Het ligt niet aan ons alleen, het ligt ook aan jullie. Want geen één wil met een Turkse buurman samen ergens heen even kop koffie drinken. Dat is van de laatste tijd, integratie. Ja. 10 jaar, 15 jaar geleden begonnen ze met integratie. Welke integratie? We hebben nooit moeite voor gedaan, van allebei de kanten niet. Ja. En nu komt in één keer door Erdogan en door al die geruzie met Turkije en asielzoekers die binnenkomen, weer iedereen over integratie praten. Ja. Terwijl het integratiebeleid van de hele overheid mislukt is. Ja. Vanaf het begin. Vanaf mijn vader. Dus wij leven wel hier naast elkaar, maar niet met elkaar. Dan ruk je zo vroeg. Dan ruk je zo vroeg. Hij kan niet zo geploep roepen. Ik heb zo eens mijn familie. Ja. Dat doe al jaren. Echt waar? 35 jaar. Dit jaar. Zie wel, je bent pas 35. Nee, zo lang bestaan wij. Nee, jij bent 35. Ons, ik was de oprichter van de Zoos en wij bestaan 35 jaar. Nou, wij lopen hier ook al heel wat jaren mee. Ja, dat is echt waar. Hey, en gaan jullie dat ook doen bij dat schooltje? Nee, nooit. Dit is ons gebouw. Oké. Ik hoor toch wel een beetje concurrentie met dat schooltje, klopt dat? Ja, school hebben we niks mee. Nee, school hebben dit is ons gebouw en de school hebben we niks meer van doen. Is dat nu al een beetje twee kampen aan het worden? Ja, maar ja, zeker. We wandelen eigenlijk bij me van. Dus we hebben maar een week een stukje in de krant gelezen, maar meer niet. Ja. Ik heb heel veel contact, want ik zat altijd in het bestuur van de Goosmeer. Ja. Heel veel contact gehad met de mensen. Ik wist ook bijna waar iedereen woonde. Maar ja, nou woon ik hier niet meer. Nou weet ik niet, maar het is wel hier anders geworden in deze wijk. Vroeger was. Ik ben hier zo'n 3 keer mee ingebroken en ik was er helemaal klaar mee met deze wijk en toen ben ik verhuisd. Maar daar kun je nou niet meer zoveel van zeggen, vind ik. Ik vind, je hoort nou weinig in deze wijk. Oh, ik zal je niet weg willen. Nee, tenminste bij vroeger vergelijking, je hoort hier nou niet. Ik wil je dat goed. Maar stel nou dat de gemeente zegt van oké, maar dat is natuurlijk een beslissing van de gemeente, we gaan het dichtgooien, dan is die school er toch nog. Ja. Ten eerste vind ik al heel dom dat die school, dat die kinderen daar uitgaan en helemaal naar een andere wijk moeten. Absoluut. Dat vind ik al heel dom. Ja. Klopt. En waarvoor? Dus ik zou dan een beetje vriendjes proberen te blijven. En dan denkt u dat wij, omdat we dit gesloten worden, dat wij naar de school gaan? Ik zie eigenlijk niet waarom niet. Activiteit die hier eerder gedaan wordt, ken je in die school? Nee. Waarom niet? Dat kan niet. Dat kan niet. Het is mooi dat ze dat organiseren, maar ze halen hier alles weg. Ja. En dat is niet de bedoeling. Oh, ze halen de klanten weg. Ja, heel veel. De bewoners weg. En dat is hem te doen. Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie, van die school die kan wel gewoon dicht en laat ze hier maar komen. Ja, ja, precies. Ja. Daar is een wijkcentra voor, denk ik. Nou, ik zie een beetje boze ogen en boze blikken zo van oeh, nou bijna gevoel, ze komen er niet in, want ze Jawel. Ik denk dat we meer met elkaar gaan doen als ze hier komt. Ja. Dat we meer met ons gaan doen dan aan ze.
mannen, ik ga er vandoor. Nee, maar wij vinden dat het zo leuk om even wat te vertellen over die duiven. Ja. Heb je sportduiven? Ja, 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 ja. Heb je rassen? Daar? Ik weet, ja, ik weet helemaal niks over duiven. Ja, ik heb rassen. Wat dan? Maar mogen we die eens even zien? Ja, ja. En ze zijn ook allemaal tam en hebben ze ook allemaal een naam? Nee, ze hebben allemaal wel een ringnummer om, hè. Ja. Ja, ik weet niet zo heel veel van duiven. Ik wil er net als een roekoe zeggen. Ja. Oh. Oh, die zijn wel gaaf, ja, hè? Ja, dit is een mooi duifje, jongen. Daar ben ik heel gek mee. Maar... Oh, dat is ook wel... Oh, rustig maar. Ik ben het maar. Kijk, hier is een ringnummer. Zo heten ze eigenlijk. Dan moeten we de ring doorgeven, hè. We gaan naar de vereniging en dan korven we ze in. En dan worden ze met een vrachtwagen opgehaald. Ja, en dan gaan ze naar het station. En dan worden ze daar losgelaten. Ja, ja. En dan vliegen ze terug. En degene die het eerst terug is... Die is er binnen. Die komt hierop. Kijk, en als hij dan hier overheen loopt... Ja. En hij kijkt in de snelheid. Verleden week is er in België een verkocht voor 360.000 euro voor één duif. Hallo allemaal, wij zijn de buurtmannen. En nu zijn ze weer bij elkaar, nu leggen ze eieren en het hele seizoen begint nu, zeg maar weer. Ja. Hey. En die is dan net even iets anders, hè? Die is meer grijs. Ja, dat is een kras. Een? Kras. Wat is een kras? Ja, met die gevlekte. Oh, die ook. En die ook. Dat is een mannetje. Ja. Doffer. Doffer noemen we dat. En een vrouwtje is een? Duivin. Oh ja, duivin en een doffer. En hoeveel duiven doe jij gemiddeld mee? Nou, ik heb 22. Oh ja, oh, dat is ook niet echt heel veel. Nee, dat is niet veel. Nee, is niet ik ga je liefhebben. Ja. Maar dan is het ook nog een beetje te behappen natuurlijk. Dat bedoel, ja, daarom ook. Ik sta hier erg door mijn rug. Ja, ja. Het is hier eigenlijk een beetje te laat. Ja. Voor jou dan, Ashwin. Ja, heel mooi. Jongens, doen jullie goed je best? Veel kindertjes maken. Kijk, we zijn weer helemaal duivenexperts geworden met de buurtmannen. Ja. Hé, hey, kijk eens. Wat leuk. Wil je ook een kusje geven of moet dat niet? Even een leuk kusje. Ja, ja, ja. Jongens. Kom maar, Ashwin, gaan we erbij op. Kom maar, allemaal. 1, 2, yes. Hebben wij het goed? Wat moet ik nog meer integreren om mij te laten bewijzen dat ik Turk ben en ook Neder-Turk ben of Nederlander ben? Dat, ik heb een Nederlandse vriendin. Ik heb een fiets met een bakje voorop. Ik eet aardappels. Ik eet ook groenten. Kijk, ons geloof kun je niet meer veranderen. Wij zullen moslim blijven. Eén is fanatieker als die andere. Ja. Ieder is een waarde. Ja? Maar het doet mij pijn dat zo iemand als Wilders grootste partij is geworden in Almelo. Alleen maar moslimhaat. En dat hij zo grootste partij wordt in Almelo, doet mij pijn. Ja. Er zijn genoeg Turkse jongeren die helemaal, wij noemen dat verkaasd. Die voelen zich meer Nederlander dan Turk. Ja. En zo noemen wij dat, maar dat accepteren wij ook. Ja, natuurlijk. Onze waarde laten. Mijn zoon is hier geboren. Ja. Mijn zoon is hier geboren en hij is hier opgegroeid. Met, op lagere beroepsonderwijs had hij heel veel Nederlandse vriendjes. Ja. En in één keer na 12 of 13 jaar laat hij dat groepje zitten en dan gaat hij naar de Turkse groep toe. Ik vraag aan hem, waarom doe je dat? Ja. Gevoelsmatig, papa. Ja. Het gaat puur om dat hij zijn identiteit zoekt op dat moment, 14, 15 jaar. En dan gaat hij voor die tussen groep kiezen. Maar hij heeft ook natuurlijk bepaalde dingen wel meegekregen van mij. Over de waarden en normen van mijn huis. Niet van onze samenleving, maar van mijn huis. Als hij zich verkaasd voelde, hij ging met zijn Nederlandse vriendjes om. Hij ging met hun uit, dan was er geen probleem voor mij geweest. Maar hij kiest zelf bewust, terwijl hij hier geboren, hier opgegroeid is, voor die groep. Maar er zijn ook genoeg Turkse jongeren. Ja, die Turkse groep helemaal links laten en dan gaan ze met Nederlandse jongens op. Ja. Heb je ook, maar heel weinig. Ja. Opleiding, dat is het belangrijkste. Zorg dat je goed opgeleid bent. Ja. En zet dat gedachte van... Hij is Turk, hij is Marokkaan, hij is Pinda, hij is Indonesisch, hij is wat dan ook. Zet dat af. Zorg dat het in het opleidingssysteem wordt ingevoerd. Van, stop ermee. Ik vond het gezellig. Zouden we nog een keer terug mogen komen? Altijd. Altijd.
Kijk aan de mishandel in de rugzak. Oké. Okay. Kindje is geboren. Oh, wat stil. Ach, wat een kruimeltje. Oh, dat is nog wel leuk. Ach, st. Heel blij natuurlijk. Oh, maar maakt mij niet uit dat het maar gezond was. Nee, maar ik dacht dat jij nog best heel lang moest. Nee, 3 januari. Ik was eigenlijk 7 januari uitgerekend en 3 januari is hij geboren. Ja, dan gefeliciteerd. Ja, dank je. Dan knippen we dat er nog even in misschien. Goedemiddag, meneer. Hey. Goedemiddag, meneer. Hallo. Wij zijn de buurtmannen. Ik heb al in de Lindenstraat gewoond. Ah, okay. Oh ja, daar ben ik opgegroeid. En hoe vind je die hier in de buurt? Ja, rustig. Lekker rustig. Lekker rustig. Lekker rustig. Lekker stappen. Ja, dat doe ik wel. Preston Palace. Preston Palace? Oh ja, Preston Palace. All in. All in. Ja? En, als ik ga stappen, ga ik naar Preston Palace. Niet naar het surfercentrum. Nee. Surfercentrum? We hebben een hartstikke leuk centrum. Amaliaplein. Ja, maar surfercentrum. Oh, okay. Ja. Dus. Ja. Bioscoop? Nee. Of hou je dat? Ik ben niet zo buurtgericht. Nee. Oké. Okay. Ik ben heel veel op mezelf. Ja. Oké. Okay. Ja, maar dat is een keus. Want ik werk s'nachts en overdag lekker rustig aan doen. En dan komen wij jou weer storen. Nee, van mij niet. Oh, je was al wakker. Ik ben net wakker. Wat doe je voor werk? Beide kanten de pol. Oh. Heeft u dus ook meegemaakt dat het schooltje nog, dat de kinderen op zaten? Ja, mijn dochtertje zat er ook op. Ja. Ja. En je dochtertje zit nu, welke school zit ze nu? Hier op de Sint-Berg, Egbertus. Oh, hier achter de kerk. Ja, bij de kerk daarachter. Ja. Ja. Nou, ik hoorde dat het buurthuis wegging. Ja? Dus het oude buurthuis? Het oude buurthuis gaat weg, dat wordt helemaal aan Verlijn. Dus, ja. Oh, en een nieuw zou er hierin komen? Hier zal het nieuw heen komen. En wat zou jij maar ik weet niet wanneer. Nou, dus ik vind het wel jammer dat hij in school weg is hoor. Ja. Maar toen mijn dochter hier aan de overkant te spelen was, als kleintje, kon je altijd wel zien. Ja. Dan kan je naar de winkel geven, papa. Ja. Wat voor groep zit ze? Ze is in nou groep 1. Oh, groep 1, dat is heel kleintje dan. Ja. Ja. Oh, echt een putter. Oh, dat is natuurlijk putter. Oh ja. Dat kun je ook aan je dochter geven? Nee. Oh nee, hier hebben we de deur pakken. Hier is over 1. Ja, werk je straks. Doei. Hallo. Hallo, goedendag. Wij zijn de buurtmannen. Lekker man. De buurtmannen. Voor buurtmannen. Hoe is het voor u om in deze wijk te wonen? Ik begrijp het niet. Die begrijpt het niet? Nee. Oké. Okay. U woont hier? Ja. Is het leuk? Ja, is goed. Ja. Ja, Ertie komt. De hele straat. Ja, maar mijn Turks is niet zo goed. Ja, de Turks is een beetje slecht. Ja. Ja, maar is die Korten, ja. Nou, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, of wil je nog wat vragen? Nee, ik kom niet vragen. Dag, bedankt. Ja. Tot ziens. Goed. Dan wordt de kerst nog. Die man. Ga hem aanbellen en dan zeg ik tegen je moeder, hij heeft mij geschopt en geslagen. Wil je hem straf geven? Niet lachen. Hallo mama. Hi. Hij is heel stout geweest. Ja? Hij heeft mij geschopt. Echt waar? Ja, en nou krijgt hij straf. Moet je niet lachen? Oh, hi, wij zijn de buurtmannen. Hi. Hi. Had je alles van ons gehoord? Nee. Heb je bijvoorbeeld hobby's? Ik vind het wandelen is te leuk. De boeken lezen. Met jouw vriendin. Ja. Wat voor boeken lees je dan? Spannend. Gewoon spannendste boeken, ja. Avontuurlijk. Lees jij die ook? Ja. Lees jij samen met je moeder? Maar je bent al zo groot dat je het toch zelf wel kan lezen? Ja, ik lees ook zelf. Wat voor werk doe je dan? Gewoon bij kinderen moesten opletten. Ja? Ik moest oppas daar. Dus oppas op school? Ja. Welke school is dat? De Step. Ja. En dat doe je de hele dag een beetje voorlezen, een beetje koken? Ja, de koffie aanzetten, de knutselen met kinderen. Welke leeftijd, welke groep? Groep 1 en 2. Oh, dat zijn de hele pupjes, ja. De kleintjes. Oh, ja. Dat is wel leuk. Ja, ik vind het heel leuk. En dat doe je dan voor je uitkering, of mag ik dat niet vragen? Ja, dat moet je doen. Of dat moet je doen. Of 20 uur? Nee. Dat is de 15 uur alleen. Ja, dat is genoeg. Ja. Je hebt wel een mondige zoon. Ja, leuke ja. Zoon, ja. Lekker los, lekker vrij. Ja. En van wie was die sticker eigenlijk? Van jou of van je moeder? Van mij. Zullen we die op de brievenbus mogen plakken? Ja. Moet je wel netjes plakken, hè? Recht. Recht. Nou, heel goed gedaan. Ja, links zit hier nog een beetje een dingetje, ja. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens, doeg. Doei.
Na een lange dag poep opruimen, koffie drinken en seniorengym keren de buurtmannen, moe maar voldaan, huiswaarts. Genoeg stof om over na te denken. De buurtmannen kijken elkaar aan. Wat een expeditie! Maar hoe dit allemaal gaat aflopen, zie je in de volgende aflevering van de Buurtmannen.